Ik ben Wim Baljeu en met Avico tour ik door Nederland. Vandaag ga ik naar een heel bijzonder adres in Margraten. Ik ontmoet zo Frank en die heeft ontelbaar veel soorten kruiden en weet er echt alles van. Voor zijn gasten maak ik straks een heerlijke traybake met zoete aardappel, courgette en natuurlijk heel veel kruiden van Frank. Jullie kweken volledig biologisch? Ja, dus je moet organisch voeden, dat je in ieder geval kunt garanderen dat je geen land- en tuinbouwgif op je producten achterlaat. Dat vinden we een groot goed. Neem ook zo eentje mee, hè? Prima. Fantastisch. De keuze aan kruiden is hier gewoon veel te groot op de velden van Frank en Monique, dus ik maak meteen een pesto van heel veel verschillende wilde kruiden. Die komen bovenop een traybake met groenten en zoete aardappel. En er komt er ook nog wat burrata bij. Ik heb tomaten, ik heb groene courgette, ik heb gele courgette, maar ik heb ook rode ui. Dat is echt de basis van die traybake. De regel is, hoe harder de groente, hoe kleiner dat de u-stukjes snijdt. Zo'n goede, stevige bakplaat, waar ik eerst een scheutje olijfolie bovenop doe. Daar bovenop de groenten, kruiden met grof zout en peper. Groenten goed masseren. De hoofdrol van die traybake is natuurlijk weggelegd voor de zoete aardappelblokjes. Die zijn geschild, voorgestoomd en al in stukjes gesneden, dus die kunnen bovenop. Traybake gaat 20 minuten in de oven. Boeiende pesto, daarvoor gebruikte minstens 4 verschillende soorten basilicum, roomse kervel, wilde marjolein, met een klein beetje kaas, noten, citroensap, peper en zout. En knoflook natuurlijk. De beste pesto ever. En in plaats van gewoon citroensap daarover uit te knijpen, dat is een trucje van mijn moeder, grill ik die een citroen even. Ondertussen hebben al die groenten een mooi kleurtje gekregen. Bovenop die traybay in 2 gescheurde burrata, heel veel van die kruidenpesto. Kleurbommeke. En ongetwijfeld goed voor heel veel tafelplezier hier. Serveren. Wat een keuze aan kruiden hebben Frank en Monique. Krijg je al zin om deze traybake met zoete aardappel, courgette, burrata en natuurlijk deze kei lekkere wilde kruidenpesto zelf te maken? Ga dan snel naar avico.nl voor het recept.